Deze week werd bekend dat het nog nooit zo druk was geweest op de Nederlandse wegen als het afgelopen kwartaal. In vergelijking met vorig jaar is de file-druk met maar liefst 20% toegenomen. Voor de uitgevers van luisterboeken zijn deze vele files een zegen. Want terwijl de files toenemen, stijgt ook de verkoop van de luisterboeken, de gesproken verhalen en de talencursussen. Want ja, je moet toch wat als filerijder? De file moet men noodgedwongen de tijd stuk slaan. 20% zegt het fileleed te verdrijven door te bellen of te sms'en. Bijna een kwart van de mensen gaat ook wel eens wat eten of drinken. Ruim een derde denkt eens even goed na. En het allergrootste deel, 86%, luistert in de file naar muziek of naar de radio. Nog wat files bij Utrecht op de A27 van Utrecht naar Almere, 7 kilometer bij Bilthoven. Maar steeds meer mensen willen de tijd in de file ook echt nuttig besteden. Uno, dos, tres, cuatro. De meest populaire luisterboeken zijn toch cursussen en hoorcolleges. In onze top 10 staan, van de 10 titels, zijn het 6 cursussen en hoorcolleges. En er zitten hele goedkope bij en best prijzige. En de rest van die top 10 bestaat uit een aantal populaire literaire thrillers. En als je een cursus doet onderweg, leer je ook nog wel eens iets wat je meteen kunt toepassen. Verdorie, maar kijk wat een lange file. Vaya, pero mira qué cola.